heerlijk thuisgekomen, heb ik iets gedaan op mijn computer. Maar ik was even bij mijn werk en toen heb ik wat genomen. En toen zag ik iets staan. Mijn moeder en ik in straat. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Gaia zit in mijn, want die wil eten. Ja? Yeah? Die wil, ga ik even brokjes geven. Dus die ga ik ook maar even doen. Ja. Ja, ja, ja. Zo. Even mijn verbroekjes geven. Ja, jongen. Zo, alsjeblieft. Maar wat ik ook ga doen is even, trouwens, koffie maken. Een bakje pluim voor goede humeur. Voor geen gezeur. En hier even een kopje. Een lepeltje. En kanaries geven. En dan even rolgordijn opengooien, wat ik elke dag in de ochtend doe. Maar laten we even in ieder geval koffie zetten. Want ik kan wel weer lekker gaan babbelen, maar het kost alleen maar tijd. Maar ja, en ook edit. Maar ja, even lekker koffie zetten. Dus ja. Let's go. Hoppakee, koffie is klaar. Lekker gemaakt. En nu maar even klaarmaken om er even gewoon een suiker melk in te doen. Oh, het is nog steeds donker, dat vind ik wel zo apart. Ik heb wel, het wordt wel snel licht, maar als ik ga lopen, dan wordt het ook licht. Maar ja, ik ben benieuwd wat jullie van Nederland, Duitsland vonden. Gio belde me gisteren ook op van, ja, wat een slechte wedstrijd. Terwijl ik mee vond vallen. Ik had ergens een slechte wedstrijd gezien, maar ja. Alleen zonde en afschuwelijk dat geen penalty was. Was het duidelijk wel penalty, vond ik. Maar ja. Het is niet anders. Grijsrechter bepaalt natuurlijk. En nu lekker bak koffie drinken. Met lekker editen erbij. Laten we dat in ieder geval even doen. Lekker bakje pleur voor goede humeur. En geen gezeur. Dus ik ga even lekker editen nu. Heerlijk thuisgekomen heb ik iets gedaan op mijn computer. Geëdit, ja. Maar ook met mijn tv heb ik trouwens iets gedaan. En dat is gekoppeld met mijn telefoon. Want ik had het gisteren in mijn vlog gehad en nu is het me gelukt. Ik had iets om mijn telefoon moeten downloaden. Oh, en dat heb ik gelukt. En wat nu aanstaat is mijn muziek van Spotify. En deze nummer is van Misfit. Shout out naar Misfit. En kijk deze, hoor deze nummer. Goed. Ja, dit is wel lekker. Volg je dromen. Ja, maar het is gewoon een lekkere nummer. En ik ga nu even dat ik die was daar even opruimen. Want anders gaat dat, laat ik ook even staan. En ja. Verder ja, veel iets. In ieder geval lekker chillen. En in ieder geval even wel nog leren. In ieder geval ook nog. En Ganja die denk eten wilt, hè Ganja? Maar eerst even lekker even bijkomen van het werken. Dat doe ik altijd even een uurtje of twee uurtjes even. Even bijkomen van het werk, even zitten gewoon. En dan ga ik daarna leren. Gelijk even lekker vloggen edit die nu in de render zit. Daar ga ik eerst op wachten en dan in lekker inplannen. Aanrecht is trouwens schoongemaakt en wel. Hoppakee, dat is gedaan. Maar ik was even bij mijn werk en toen heb ik wat genomen. En toen zag ik iets staan, wat goed voor je is. Het is een soort van shake-achtig. Geen vet, geen suiker, Nutri-Core. Alleen het enige wat ik moet doen is shaken. Spotty time. Dit is een soort van shaken. En dit is sowieso een aardbeidsmaak. En nou die even lekker proeven. Ik ben benieuwd wat ik ervan vind. Al heb ik water staan, ik dacht weet je. Ik ga eerst die opdrinken, want misschien word ik dan wakker of zo en dan kan ik beter nu drinken dan ik later drink. Ja,
En ik zit toevallig ook lekker film te kijken van Kees van de Spek. Zout, vet. Smaakt goed. Oh, wel lekker eigenlijk. Geen vet. Suikerdrank met aardbeien, framboos, arom. Oh, framboos. Ik hoor alleen aardbeien, maar ja. Maakt niet uit. Dit is nog wel lekker en ik ga hier lekker van genieten. Eigenlijk. Proteïne drink. Maar ja, toch wel even lekker. En ik dacht even lekker proberen maar. Laten we dat even lekker doen. Met een filmpje kijken bij op YouTube. Op tv, om zo te zeggen. TV-beeld. Ja, het is geen tv, maar... TV op de computer, om zo te zeggen. En dan gaan we weer kijken van Kees van Spek. Lekker geleerd en wel. En ik zit lekker achter mijn muziek te luisteren. En ja, want sommige muziek zijn er dingen van Marco Borsato. Maar sommige minuutjes zijn wel leuk. En ik weet het ook toestand van Marco Borsato met Ali B. En ja, maar ik luister of het toe is. Maar niet echt te luisteren. Maar dat ik zo opeens aan heb staan. Zoals nu. Ik denk dat jullie dat wel zien. Maar ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Kan je even aandacht geven. En... lekker buiten genieten, want op een dag, als jullie nu kijken, wordt er gezegd dat er gesneeuwd heeft, maar ja, ik weet nu natuurlijk niet, maar als je nu kijkt, gewoon naar buiten, je gaat nu naar buiten kijken, Ganja kappers met mij hoor, als je zo naar buiten gaat kijken, besef je gewoon niet dat het gesneeuwd of gesneeuwd heeft, en door de temperatuur, 10 graden kan, maar ik besef gewoon niet dadelijk op mijn verjaardag bijvoorbeeld dat er sneeuw ligt. Dat is nooit voorgekomen. Wauw. Want als ik nu af ga tellen. Want ik voel dat mijn veet vlot is, dat is ook wat irritant. Echt letterlijk irritant. Maar ja, het is nu de 31ste. Nee. Voor mij 31 dagen en voor jullie is het 10 dagen. Nog 10 dagen. Zeg ik toch echt goed? Ja, 10 dagen nog. En dan ben ik alweer 27. Ja. Aftellen geblazen, mensen. Oh ja, wacht. De pen wil even terecht doen. Maar ja. Oh, wat gaat de tijd hard. Ik weet nog een dag van gisteren dat ik op 22-jarige leeftijd... Volgens mij 22, 21... 2016 in ieder geval. 5 jaar geleden. Dat is dan 21. En... dat ik toen begonnen met YouTube en dat ik ook keer mijn verjaardag aangaf en dat ik een verjaardagfeest had gegeven en enzovoort. Maar, oh my god, tijd gaat hard. En ik heb zo'n schoenen aan en die veters gaan zo heel vaak los. Zo irritant. Maar ja, al probeer ik heel strak aan te trekken en dubbele knoop, gaat die alsnog los. Maar ja. Hoop dat hij nu blijft zitten. Maar ja, ik ga even lekker muziek luisteren. Kan je even aandacht geven die hier zit te mouwen. En ja, lekker muziek luisteren in ieder geval. Ik zit trouwens ook even te denken, ik ga even lekker een baardje even bij je trimmen. Oh, mijn slof moet even die kant op. Hoppakee. En dat ga ik nu ook even doen en dat ga je nu zien. En ik heb lekker geschoren en nu weer van Marlijn Dierenburg, dat is ook. Blijf gewoon een leuke nummer deze. Echt pas begonnen.
En er is zoveel te doen. Zoveel te worden. Heerlijk nummer blijft dit. Om zonder de dagen. Maar nu zit het zoals ontraden. Ik denk aan grootmoeders en vaders. En we doen het samen. Liefde in miljoen mensen. Op een hele klein stukje aarde. Ik ga zo meteen maar klaarmaken om naar de groep toe te gaan om daar lekker te eten en lekker vandaag lekker geschoren. Ik weet niet of jullie het goed kunnen horen, maar ik heb lekker even snel geschoren. Ik had het een beetje irriteren. En ik kan je al eten gegeven. Nu maar klaarmaken om naar de groep te gaan om daar te eten. Ik weet al wat we gaan eten. Als het goed is, is het spare ribs met aardappels, nog iets. Maar we gaan even kijken hoe en wat ik nu ga doen. Ik pak mijn sleutels en mijn telefoon wil ik ook erbij hebben. Die vind ik ook wel fijn. Maar waar die is? Oh nee. Zo, telefoon in mijn zak. En dan gaan we richting de groep toe. Alleen mijn sleutels nog en dan naar richting de groep toe. Tjoe! Net lekker eerlijk gegeten en ik had gelijk sperris met aardappels en boontjes was het. En heerlijk gegeten en wel. Oh, wat lekker gesmeld. Maar wat ik eigenlijk wil proberen is, via mijn tablet. Oh, voor mij is de tv uitgevallen. TV gas aan. Want ik wil eigenlijk Spotify de muziek aan afluisteren. Oh, kijk, nu gaat wel wat aan. Met deze. Deze, dan moet ik hem even koppelen, als het lukt. En dan ga ik het dus daar werk hier op YouTube kijken, maar eerst moet ik even dat dit er doet. Ah, duh. Al lekker nummer is dit. Maar ja, even kijken waar die staat. Deze moet ik hebben. Nou, kom op, koppelen. Oh, hij wil even niet doen. Maar ja, ik ga dus even mijn tablet koppelen aan de tv. Net begeleidingsmoment gehad, maar ik ga nu lekker klaarmaken om lekker te slapen. Morgen weer een dag. Morgen moet ik alleen even bedenken wat ik ga eten. Dat zou ineens. Ineens moet ik ineens bedenken wat ik moet eten. Maar ja, ik ga denk dat wel in ieder geval dat wel doen. En dan denk ik dat ik toch dat een keer gelegen ga maken. Ik ga even gewoon even kijken hoe en wat. Ik denk dat ik zo. Je hebt tegenwoordig dat je met. Zelfscan kan met apparaat. Ik ga denk ik met die apparaat lopen in plaats van gewoon dingen pakken waar ik denk ja dat vind ik lekker, dat vind ik lekker. Dat ik met zelfscan ga lopen en dan ga ik kijken morgen. Want dat moet ook even gebeuren. En verder heb ik helemaal niks te doen. Ik heb alles op orde en dus dat allemaal en dan ga ik nu maar even in ieder geval klaarmaken lekker naar bed te gaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie dat deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe dan sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, of het zou tof zijn als je me niet abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers en groene heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Veel minder weer warm. Ik ben iets aan het doen. Met Google Home. Op andere manier kan je met mobiel en tv met elkaar koppelen. En is die nou een penalty? Ja, dit is een penalty van Nederland zelf dan. Gaat die erin? Weet ik niet.